Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 22? 22. Yay! Kerstavond, superleuk. Vandaag gaan wij al onze grote kerstboodschappen doen. Ik ben aan het wachten op mijn moeder tot ze klaar is. En dan gaan we naar daar. Zoe heeft vakantie. Hey. Oh nee, dat gaat niet. Amai. Veel. Ik ben de oven aan het opwarmen voor eventjes snel een ontbijtje te nemen. Ik heb mij minimaal opgemaakt. Ik heb gewoon een babycream gebruikt. Mascara, poeder, een beetje contouring. En klaar. Ik moet mijn haar vanavond wassen, dus ik heb het in de staart gedaan. Cozy trui, jeans. Voilà. Ik begin een beetje keelpijn te krijgen, dus als ik ziek word met kerstmis, dan word ik boos. Want ik moet daarna ook nog studeren, dus dat mag echt niet gebeuren. Maar ja, het weer van vandaag is echt slecht. Maar ik heb wel zin naar de winkel te gaan, dat is altijd leuk. Voor ik het vergeet, vandaag dag 22 en ik zie hem er hier al uitpiepen. Maar ik weet niet wat de gemakkelijkste weg gaat zijn voor hem eruit te halen. Ja, zie, dat bedoel ik dus. Dat plastic, dat is echt zo een beetje verzakt. Dan hadden ze wel iets beter kunnen doen. Dus ik moet hem er nu zo moeilijk gaan ze eruit halen. Met een verpakking, dus volgens mij is dat iets met karamel of zo. Er zit er ook echt superveel in dat hier op de achterkant niet op staan. Maar deze nu toevallig wel. En dat is Giamanda. Oké. Daar weten we meer mee. Maar er zijn nog maar twee vakjes. En hier heb ik ook al gezien wat dat is. Die nog niet. Ik hoop dat dat zo'n grote is. Voor alles goed te maken. Ik ben heel onze lijst aan het maken. Maar daar zitten ook gewone boodschappen bij. Maar tot nu toe is dat hem. Oké, boodschappen zijn gedaan. En dit is de buit geworden. Echt... Nu moeten we echt gewoon voor de rest van 2 weken niet meer naar de boodschappen doen. Kalkoen! En we hebben ook een frituur gekocht en die van ons sneuvelt is. En voor vanmiddag lekker sushi. Die maken ze hier vers in de winkel, dus super lekker. Lunch, time for sushi. Super lekker. Stokjes even gepakt. Kommetje. En u, onze kerstkaarten van dit jaar. En organic soy sauce. Super lekker. Daar heb ik echt zin in. Ik zag het liggen en ik dacht, dat moeten we hebben. Goed, we zijn alle boodschappen aan het wegleggen. Ondertussen de koelkast aan het proper maken en zo. En ik ga nu de kalkoen in een pekelbadje doen. Ik gebruik dit recept van Nigella Lawson's kerst. En zij doet dan de kalkoen voor, ik denk, 48 uur maximum in een badje. En dat is zeg maar een pekelbadje, waardoor dat je kalkoen, als je hem bakt, veel sappiger is. En dat smaakt niet zout of naar kruiden of zo, maar dat is gewoon iets dat je echt niet kan je vinger opleggen, zeg maar. Het is gewoon super lekker en sappig. Kalkoen, we hebben echt een mega kalkoen gekocht en die gaat nu daarin. En ik heb daarvoor nodig bijvoorbeeld sinaasappels gaan erin en zout, suiker, een heleboel kruiden van al die dingen. En dat blijft dan gewoon 2 dagen in de koelkast zitten tot de 24e 's morgens. Dus ja, dat ga ik nu doen. Suiker en zout zitten erin en die ga ik nu helemaal roeren. En dan doe ik de kalkoen erin en dan gaat de rest in. Maar dit moet gewoon eerst opgelost zijn en dat gaat makkelijker als er nog geen kalkoen in zit. Zo, alles zit erin. We moeten echt super voorzichtig zijn nu. En die gaat nu tot de 24e overmorgen in de koelkast. Ik ben snel even de vlog online aan het zetten. Het is ondertussen 5:30. Meestal zet ik hem al om 4 uur online. Maar ik ben gewoon helemaal vergeten. Ik had mijn foto nog niet gemaakt. Dus hij was nog niet ingepland of zo. Dus ik ga hem nu eventjes snel online zetten.
Ik was zo bezig met de dingen voor school dat ik het gewoon helemaal vergeten ben. Dus sorry, hij is iets later, maar hij komt eraan. Het is ondertussen tijd voor het avondeten. En wij eten vanavond, dat het niet te warm is, kaas fondue. Super lekker. En dan eten we dan worst bij die in stukjes gesneden is. Broodjes zitten in de oven. En verder hebben we hier zo op een aantal vleesjes dat we erbij kunnen eten. Goedemorgen allemaal, of eigenlijk goede avond voor jullie. Ik heb gisteravond de vlog niet meer afgesloten, omdat ik mij verschrikkelijk grieperig ben beginnen voelen gisteravond. Dus ik ben gewoon echt om 7 uur in bed gaan liggen, denk ik, met mijn dikke keel en blah. Maar goed, vandaag vechten we er weer door en tot morgen. Bye. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go.